Mensen die HIV krijgen, zijn roekeloos in hun seksuele gedrag. Ja, absoluut. Nee. Nee, nee. nee, nee, nee. Oh. Oh, oh, vertel? Nee, nee helemaal niet. Nee. Welkom bij een nieuwe aflevering van Seksrelaties en Liefdes. En uh, met mij vandaag twee hele bijzondere gasten, namelijk Celicia. En Erwin, welkom. Dankjewel. Wij zijn met elkaar in contact gekomen door de HIV-vereniging. En uh, de bedoeling is dat wij vandaag een gesprek gaan voeren over HIV. En wat het nou eigenlijk is om anno 2021 met HIV te leven. Jullie hebben allebei een, een, een positieve status. Is dat ook nog hoe we het zeggen tegenwoordig? Ja, ja, absoluut. Ja, ja hoor. Wel? Ja. Oké, okay. helemaal goed. Want nou ja, waar ik in ieder geval in mijn werk tegenaan loop... en ik neem een beetje aan dat jullie daar ook tegenaan lopen... is dat heel veel mensen dan wel geen kennis hebben... over wat het nou inhoudt om nu nog HIV te hebben... en nog heel erg leven met dat beeld hoe het in de jaren tachtig was. En de vooroordelen en, en de angst en de onzekerheid... en de schaamte die er toen was... En ik hoop eigenlijk uh, met jullie dus eigenlijk een ander gesprek te voeren, namelijk hoe het wel is. Want ik zie hier twee eigenlijk hele gezonde mensen voor mij zitten. Ja. Is dat ook hoe jullie je voelen? Ja, van het begin af aan eigenlijk al. Ja, nooit anders geweest. nee. 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 nee want Erwin, jij bent een en ik benoem het dus even expliciet. Uh, jij bent een vrijgezel, homoseksuele man. Ja. ja, en Celicia, jij bent een uh, getrouwde heteroseksuele vrouw. Helemaal. Ja. ja, en de reden waarom ik het zo even expliciet benoem... is omdat heel veel mensen er eigenlijk van uitgaan... dat uh, nou ja, je, hebt, je hebt HIV op het moment dat je, dat je homoseksueel bent. Terwijl, nou ja, hier willen we in ieder geval laten zien... dat het natuurlijk ook anders kan zijn. Voordat ik jullie uh, vijf keuzes ga voorleggen... zou ik heel graag willen vragen of jullie aan, aan nou ja, vooral aan de luisteraar... Niet zozeer aan mij, aan de luisteraar, willen uitleggen: van wat is AIV? Ja, het is in principe een virus, gelijk als, als COVID bijvoorbeeld. Um, ja, dat je in het kan oplopen um, en uiteindelijk je alweersysteem aantast, ja, overvraagt als het ware. En dat kan je op meerdere manieren oplopen. Nee, en wat zijn manieren waarop je het kan oplopen? Seksueel uh, overdracht, uh, bloedtransfusie. Uh, ja, we, er zijn nog onderzoeken bezig. Hè, of je het net via uh, zwangerschap van, van moeder op kind kan krijgen. Ja, dat zijn dat. Of wat de meeste dingen. Hey, en Slicia, um, wij spraken elkaar hiervoor even. En toen benoemde jij een heel mooi voorbeeld van een vriendin van jou. Um, die eigenlijk heel erg schrok toen jij haar vertelde dat ja. jij uh, dat je HIV ja. hebt. Kan je dat eens vertellen hoe dat ging? Ja, wij waren uh, nou ja, een klein jaartje kenden we elkaar via school met kinderen. En uh, toen gingen wij uh, een paar dagen lekker op vakantie met de kindjes. En uh, op die vakantie was het ook gezellig, babbelen. En op een gegeven moment kwam ik dan met mijn verhaal van: nou, ik ben even positief, dat had ik er nooit verteld. Nee, op dat moment merkte ik niet zo heel veel aan haar. Ik heb het verhaal gedaan uh, dat het ook niet meer overdraagbaar is. Uh, ja, dat zit in je lichaam en dat is eigenlijk een soort van sluimerstand, slaapstand, uh, gebracht door de medicatie die je dagelijks slikt. En um, daardoor kan je het zelfs niet meer overdragen. En nou ja, dus ik heb dat verhaal verteld aan haar en uh, achteraf, een paar weken terug pas, zij zei zij van, uh, oh, ik schrok. Ik had zoiets van, hier moet ik weg, ik moet mijn tent inpakken, ik moet mijn kinderen meenemen, ik moet weg, want straks krijgen we iets van jou en ik vond het dood eng. En nou ja, maar toen was ik wel heel blij dat je dus dat verhaal vertelde, dat het niet meer over te dragen is en dat er eigenlijk, eigenlijk dus helemaal geen angst meer hoeft te zijn. En ja, zegt ze dat, dat stelde me heel erg gerust. En toen heb ik gewoon mijn tent laten staan en ben ik gewoon gebleven. <laughs> Mooi, ze heeft de tent laten staan. Maar haar primaire reactie was echt een reactie ja. van angst en help. En ik moet bij jou weg. Mijn ja. kinderen moeten bij jou weg. Want stel nou dat wij ziek worden door jou. Ja. 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 Is dat een beeld wat jij wat jij herkent, Herwin? Nou, gelukkig niet zo heftig. Nee, maar uh, je merkt wel in het in het, ja, afspraken dat het nog steeds wel een dingetje is om het te bespreken. Uh, aan de ene kant denk ik, ja, ik hoef het niet te bespreken, want het is niet, niet overdraagbaar. Uh, dus waarom zou ik het erover hebben? Maar je weet wel, als je het erover hebt, dat het dan heel vaak toch wel een reactie brengt van, oh, maar daar weet ik niks van. En daar wil ik niet mee, niet, niet mee geconfronteerd worden. In stilte leven met HIV of in de openbaarheid treden met HIV? Nou, dat eerste Openbaar. kan nu al niet meer. Dus dat, dat nee. <laughs> is... Hoeveel, hoeveel luisteraars heb je? Dus, um, ja, nee, gewoon openbaarheid. Ja, ja. Maar is dat een keuze die iedereen kan maken? Dat mm. zou een keuze voor, voor, voor ieder van zich moeten zijn. Nee, dat, ja. dat, weet je, wij, wij proberen het wel uit te dragen: van wees gewoon eerlijk wie je bent. Maar ja, niet iedereen kan. Kan daarmee omgaan om het inderdaad werkelijk aan iedereen te vertellen? Nee, je hebt natuurlijk ook mensen in, in andere culturen. En uh, ja, daar heb je ook weer, weer familie of vrienden om zich heen die dat dan niet zouden accepteren. Of die persoon is dus niet accepteren als ze HIV hebben. En dan kan je er natuurlijk niet open over zijn. Of je moet uh, iedereen willen kwijt zijn, maar dat wil niemand. Nee. Hé, hey, wij gaan um, zo naar de stellingen. Ik heb vijf stellingen voor jullie. Maar uh, niet voordat ik de luisteraar uh, vraag om alsjeblieft de podcast uh, te volgen. En als je via Apple Podcast luistert om een recensie achter te laten. En mocht je nou meer weten, willen weten over dit onderwerp, dan kan je altijd contact opnemen met de, met de HIV-vereniging. Zeker. Zeker. Ja. ja. Hé, hey, de eerste stelling. Liever HIV als chronische ziekte dan een andere chronische ziekte. Er zijn natuurlijk een aantal chronische ziektes die je absoluut niet zou nee, willen ik, hebben. Ik denk dat HIV wel een van de lichtste chronische ziektes zijn. Zeker in dit tijdstip. Ja, ja. Nu, nu bedoel ik het ook. Ja. 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 Maar het is een van de, de mildste chronische ziekten die je maar kan hebben. En er zijn natuurlijk wel uh, mensen die, die uh, met name last hebben nu van bijwerkingen van oudere medicatie. Ja, dus klopt. die hebben dus inderdaad, want de oudere medicatie die beschikbaar was, die, die kan wel. Bijwerkingen hebben gehad. Ja. Nou, en daarin zie je dus dat mensen dan nu gezondheidsklachten hebben. Maar voor de rest, uh, zeker met de medicatie van nu, met de beperkte bijwerkingen die daarbij zitten. Um, ja, in hoeverre ben je ziek? Ja niet, ja, niet. Je voelt je niet ziek, je ziet nee. er niet ziek uit. Het is. Uh, ja. De volgende. Um, dat er in Nederland voornamelijk homoseksuele mannen met AIV zijn, is eerder vanuit een luxe positie dan dat het stereotype bevestigend is. Ja, dat is een luxe. Ja. Ja, hè? Ja. Kunnen jullie die eens toelichten voordat ik dat het Het is wel heel mooi om het dan te hebben, maar is... <laughs> ja. Ja, ja, als, als je wereldwijd kijkt, zijn er meer vrouwen met HIV. En dat is natuurlijk vaak in, in ja, uh, ontwikkelingslanden en zo. Uh, dan mannen en ja homomannen ik denk dat er ook in nederland wel aangezien uh, ja kleine bevolking maar ook wel veel groepen homomannen zijn en ja daarin uh is het dan luxe, zeg maar, dat wij zoveel mooie homo-mannen hebben. En ja, die hebben dan ook hier, soms. Ja. een luxe. En dat wij zo aan ja. publiek zoveel homoseksuele mannen gewoon mogen ja, hebben... zonder dat fijn. dat, dat, ja. dat nou ja, soms zelfs een misdaad is. Ja. Um, maar ook inderdaad dat wij eigenlijk in de luxepositie zitten... dat wij in een, in een dusdanig ontwikkeld land zijn... Uh, dat het welzijnsniveau zo hoog is... Dat er inderdaad de andere situaties waarin je HIV kan krijgen, dat die er eigenlijk niet of nauwelijks zijn. Nou ja, je, je werkt natuurlijk met, met bloedtransfusies en dergelijke. Dat wordt zo goed gefilterd en nagekeken. Uh, dus daarmee is, is de overdracht eigenlijk 0,0. Uh, en en ja, je ziet in de ontwikkelingslanden dat er gewoon veel meer vrouwen inderdaad uh, positief zijn dan, dan hier in Nederland. En dat maakt het voor de meeste vrouwen in Nederland wel weer een dingetje. Want de meeste medicatie is inderdaad getest op, op mannen. mannen. Ja, maar het uh, is niet alleen om, om, op hiv. Alle dat is medicatie overal zo. wordt op mannen getest. Veel. Op een of andere manier, veel, ja. 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 Dus ja. Mensen die uh, HIV-positief zijn, houden het stigma en de schaamte rond HIV zelf in stand? Deels ben ik het er wel mee eens. Als je er niet open over bent, en, uh, ja, dan hou je dat zeker in stand. En, maar er zijn heel grote groepen die er dus wel open over zijn. En dan uh, ja, helpt dat wel heel erg mee uh, om het stigma te doorbreken. Ja. Maar het zou toch wel heel fijn zijn als de mensen die het hebben, dat die gewoon in ieder geval naar hun directe omgeving daar wat, nou ja, wat, wat opener over mogen zijn. Zeker. Ja, want het ja, heeft ja. gewoon heel veel toch wel steun in het, in het geheel. Zeker in de beginfase, hè, dat je net, net de diagnose krijgt. Over het algemeen schrik je daar toch best wel van. Want je denkt van, oh ja, ik heb toch best mijn best gedaan om het er niet op te lopen. En dan heb ik toch in één keer die diagnose. En dan is het heel goed om dat eigenlijk te delen met iemand. Ja. En dat hoeft natuurlijk niet naar de hele straat te zijn. Maar zoek wel iemand uh, op waar je het gewoon goed mee kan delen. En, en waar je het gesprek mee aan kan gaan. En hey, we gaan laten naar de laatste stelling. Mm -hmm. Mensen die HIV krijgen zijn roekeloos in hun seksuele gedrag. <laughs> Ja, absoluut. Nee, 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 nee. Oh, oh, oh vertel. Nee, nee, helemaal niet. Nee. Nee, weet je, die zullen er natuurlijk wel tussen zitten. Maar die zitten ook in de mensen die het niet, niet opgelopen hebben. hebben. Dus er zijn jongens die hun eerste date hebben gehad. En helaas, ja, ja. te zijn. En nee, dus dat, dat is niet zo. Hé, hey, wij moeten hem uh, zo weer gaan afronden. Mm -hmm. Is er nog iets waarvan jullie denken, nou, dit hebben we nog niet besproken, maar dit vind ik wel heel belangrijk om nog te delen. Als je inderdaad seksueel contact hebt gehad waarbij je twijfelt of je inderdaad een SOA hebt opgelopen, uh, ja, wees gewoon niet bang, ga naar de GGD, doe een test, heel wat media is, of of, of of noem het wat, uh, maar ja, wees ook niet te benauwd om gewoon een HIV-test te doen. Plus het feit, de tijd dat jij onzeker bent uh, en je hebt wel iets bijgedragen, dan je, je kan toch wel overdragen. Ja. Dus. Ja, wees er gewoon snel bij uh, en wees je niet bang voor. Plus in die periode, uh, naast de onzekerheid en het risico dat je het aan iemand anders kan overdragen, tast het wel je eigen lijf aan als je nog niet aan de medicatie zit. Nou ja, ook dat. Ook. Ja. ja, ja, ja. Ga niet gelijk die, die schuldvraag opzoeken. Weet je wel, hoe dan en, en van wie dan en waarom en wat heb je dan uh, allemaal uitgevreten, hoe je het dan hebt opgelopen, weet je. Ga Er inderdaad gewoon zo in van: Oh ja, dat is wel heel vervelend. En uh, hoe, hoe voel je, je er dan bij? En, en dan kan je er altijd natuurlijk wel voorzichtig naar vragen. Van, joh, zou je erover willen praten hoe je dan uh, dit oploopt? Of ik leg hem ja. vaak ook gewoon terug als mensen het vragen: Van nou ja, heb je dan opgelopen? of ja, heb je wel eens seks gehad? Ja, of ja, heb klaar. jij wel eens zonder condoom gevreden? Ja. Weet je dat soort vragen kan ik ook wel geef ik ook wel eens terug. Ja. Van, ja. Hey, ontzettend bedankt voor jullie uh, aanwezigheid vandaag. Uh, mocht je als luisteraar nou nog meer willen weten, dan kan je dus altijd contact opnemen met de HIV Vereniging. En uh, lieve luisteraar, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.